Om schrijver te worden, doe je er goed aan een poes aan te schaffen. Die van Willem Frederik Hermans liet het niet bij inspireren. Hij ging voor de schrijfmachine zitten en legde een poot op een toets. Daardoor kwam een hamertje omhoog, wat hij fijn vond. Dan probeerde hij het hamertje te pakken en te dien einde liet hij de toets los. Mis. Hoe diep hij die ook nadacht, het verband tussen het loslaten van de toets. En de verdwijning van het hamertje heeft hij nooit kunnen doorgronden. Ik was dol op dit dier en had veel medelijden met hem. Omdat een poes niet kan tikken, mogen de mensen dat doen. Maar het eigenlijke schrijven komt natuurlijk voor de rekening. Pas bij zijn dood neemt zijn mens het werk weer over. Daar sta je dan weer als schrijver met een dood, maar nog warm lijfje in je handen, smekend om genade, vloekend op God. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De Heere kan de pest krijgen. Uh, ah, hier Willem Frederik Hermans. Verzamelende de collega. Gezamler. Deze heeft wel zo'n hoge flappel. Dit is de 12, die is dicht. En hier heb je een 16. Ja. Een 16S, zoals die jouw. Dus dit zou moeten zijn. Dat is hem. De hele dag. Kijk je overal uh, om je heen wat er nou weer gebeurt, wat de mensen nou weer zeggen, wat er nu weer voor onverklaarbaars uh, aan de hand is, wat in mijn geval beestjes uh, uh, nu weer hebben gedaan. De, de hele dag wordt dat allemaal gevuld. Nou, dan ontstaat er daarbinnen binnen een enorme chaos. En schrijven is niks anders dan proberen enige orde in die chaos uh, aan te brengen. Dat was ja, hier. Het leuke voor mij is, het doet zo ontzettend denken aan, aan het zoologisch museum waar ik altijd gewerkt heb. Waar natuurlijk ook allemaal potten met beesten zijn. Die ook allemaal net, net eventjes anders zijn. En waarvan je denkt van nou, wat moet je toch allemaal met diezelfde beesten? Maar als je ze dan met elkaar gaat vergelijken, ja. dan blijkt hoe ze uit elkaar ontstaan zijn natuurlijk. In de loop der jaren leer je steeds beter om het eerst allemaal in je hoofd te husselen. Dus wat andere mensen met de computer doen, dat, dat gebeurt als het goed is in mijn hoofd. Daar wordt het allemaal door elkaar heen gehusseld. En zou dit niet daar kunnen, en zou dat niet daar kunnen, en dat moet maar weg. En pas als het helemaal klaar is, dan wordt het door het trechtertje van mijn handen, moet er wat hier zit, daar opkomen. En uh, ja... Ja, als dat in één of twee keer lukt, dan ben ik wel heel erg, heel erg tevreden. Maar als je nou toch zo'n prachtige machine zit, dan, dan wil je toch nooit meer op een computer werken. Dit is een heel orgel, is dat? Wanneer heb jij voor het laatst op een schrijfmachine geschreven? Gisteren. Ik schrijf alleen nog op een schrijfmachine. Ik ben ervan overtuigd dat als je, als je een beeldhouwer bent. Dan wil je ook beeld houden. Dan moet je, je beeld houdt niet in, in een pakje boter. En een computer, dat is net zoiets als schrijven in een pakje boter. En dit, dit hier, hier, hier doe je wat. Bijna alle leuke boeken uh, gaan eigenlijk maar over één ding. En dat is wat zo mooi heet het menselijk tekort. Het Menselijk tekort, dat wil zeggen dat uh, uh, wij mensen zitten niet goed in elkaar. Uh, wij zijn niet goed bij ons hoofd. En wat wij doen, dat is ook uh, door geen enkele morele hoepel uh, te krijgen. En daar kun je als toeschouwer kun je daar, uh, schande van spreken. En dus de revolutie gaan prediken om dat allemaal uh, anders te krijgen. En je kunt het ook uh, hoofdschuddend met je handen in je zakken aankijken... Kijk ze nou toch eens. Ach, 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 die mensen. Nou, en als je dan ook nog eens leert te begrijpen dat jij zelf ook een van die stakkers bent. Dat je niet alleen toeschouwer bent, maar dat je ook een van die sukkels zelf bent. Nou, dan uh, uh, is er een kansje dat je een mooi boek gaat schrijven. Hé hey Sesco, dit is uh, Midas. Jammer dat je er niet bent, maar ik spreek de boodschap dan maar eventjes uh, netjes in... Gefeliciteerd! Uw Remington is een standaard nummer 16. En dat is niet heel erg zeldzaam. <laughs> uh, maar het is een hartstikke mooi ding. Ik ben er hartstikke gelukkig mee. Tot kijk.